Dus de heer Kurt de Proft, voor mij is hij professor-ingenieur en een bespraken man, iemand die toch wel zijn kennis zeer, zeer goed kent. Hij heeft bij Wood.be onder andere gewerkt en werkt nu bij Etex. Kurt, Een goedemorgen langs mijn kant ook allemaal. Ik ga jullie proberen in de komende 15 minuten iets bij te brengen over bescherming van houten elementen. Volgende slide, alstublieft. Laat me eerst even kort beschrijven wat ik als een houten element zie. Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden dat je kan gaan bekijken. Dat is enerzijds de massieve elementen, waar we spreken over balken, kolommen, en ook CLT, zoals dat het hier vandaag al besproken is geweest. Maar aan de andere kant kan je ook in een houten element gaan kijken naar een systeem waarbij dat het hout eigenlijk deel uitmaakt van een ruimer systeem. Dat kan een hout skeletwand zijn, dat kan een vloer zijn, waarbij je verschillende balken naast elkaar hebt, met platen onderaan en bovenaan. Er zijn twee verschillende aanpakken of twee verschillende insteken van een houten element, maar die toch elk zijn zeer specifieke bijdrage heeft naar het bekijken op vlak van brandweerstand. Nu, algemeen gezien, dat het nu over een massief element gaat of over een systeem, dan komt het bij hout eigenlijk heel simpel neer op de evaluatie van het inbranden van het hout. Hè. Je gaat altijd terugkijken naar wat gebeurt er met het hout in het kader van een brand. En wanneer je dan gaat kijken naar de dragende functie, dan ga je eigenlijk kijken naar hoeveel hout verliezen we, hoeveel materiaal verliezen we en dus hoeveel materiaal blijft er over om de dragende functie te kunnen garanderen. Meestal werkt men dan met de methode van de gereduceerde doorsnede. De naam zegt het zelf. Welke doorsnede blijft er over? Voor de scheidende functie is het vaak iets lastiger. En ga je eigenlijk gaan kijken wat is eigenlijk het effect van het inbranden van het hout op de rest van de werking van het element. Dat is iets moeilijker om te gaan evalueren. Nu, we hebben in de vorige presentatie gezien dat je hout kan gaan berekenen op basis van een blootstelling aan een standaard brandcurve, de ISO-brandcurve. En daarmee ga je een heel eind kunnen komen, maar op een zeker moment is er een bescherming nodig en ga je het hout moeten gaan beschermen tegen inbranden. En dan heel vaak gebeurt dat op basis van ofwel een plaatmateriaal, ofwel op basis van een intumiserende verf. En dat is een verf die gaat opzwellen bij blootstelling aan warmte en zo het hout zal gaan beschermen. Ja, volgende slide alsjeblieft. Nu, die bijkomende bescherming die ga je op een of andere manier moeten gaan evalueren. Hè. De bijdrage ervan gaan inschatten ten opzichte van het onbeschermde hout. En grosso modo zijn eigenlijk drie grote methodes die je kan gaan toepassen om dat te doen. Enerzijds zijn er in de eurocode 5, de eurocode voor het houtconstructies, in deeltje 2 een aantal oplossingen opgenomen voor plaatmaterialen waarmee dat je houtconstructies gaat beschermen. Maar die rekenregels die zijn voornamelijk toegespitst op het R-criterium. Er zijn ook een aantal zaken rond E en I te vinden, maar voornamelijk gaat het deel rond eurocode 5 over het R-criterium. Een tweede methode dat je kan gaan toepassen is een mix van zaken die in de eurocode staat, aangevuld met testmateriaal. En dat is een test volgens 13.381 deel 7. En je dan gaat de resultaten daarvan gaan gebruiken in samenspraak met een eurocode 5. En we gaan de verschillende methodes later wel even verder uitwerken. En een derde mogelijkheid is dat je het effectief een test gaat uitvoeren. Klassieke reeksen. Testreeksen daarvoor zijn 1364 voor niet-dragende toepassingen, 1365 voor dragende toepassingen. En in het vervolg van de presentatie gaan we nu even gaan bekijken wat de voor- en de nadelen van die verschillende aanpakken zijn om de bescherming van houten elementen te gaan evalueren. Ja, volgende slide alstublieft. Laat ons even starten met wat er in de eurocode staat. De eurocode 5 deel 2, dus het deel brand, gaat eigenlijk voornamelijk op hoe kan je de inbranding van hout in functie van blootstelling aan vuur gaan inschatten. Hoe kan je gaan bekijken welk deel van de sectie je gaat verliezen. En om dat te doen zijn er eigenlijk drie parameters heel belangrijk. En dat is enerzijds de TCH. Dat is eigenlijk het tijdstip waarop dat het hout begint in te branden. En eurocode 5 zegt inbranden van hout is wanneer dat de temperatuur van 300 graden Celsius wordt bereikt aan het hout. Dan een tweede belangrijke parameter is de TF, en dat is het bezwijken, het tijdstip waarop dat de beschermende bekleding gaat bezwijken.
En een derde belangrijke parameter is de isolatiefactor. En dat is eigenlijk de maat van wat gebeurt er met uw inbrandsnelheid tussen het tijdstip van begin van carbonisatie en tot wanneer uw beschermde bekleding gaat falen. En dat is eigenlijk heel mooi weergegeven met die twee grafiekjes die ik naast elkaar heb gezet. De ene grafiek, de linkere grafiek, is voor een beschermend materiaal waarbij dat uw tijdstip van bezwijken en uw tijdstip van carboniseren aan elkaar gelijk is. En dus eigenlijk ga je het carboniseren uitstellen en eens dat je begint te carboniseren, is je bescherming ook weg. Wat er dan gebeurt, is dat je bescherming valt weg en het onverbrande hout wordt blootgesteld aan een zeer hoge temperatuur, want het is al een eindje in je ISO-curve. Je hebt geen beschermde carbonisatielaag, dus je inbrandsnelheid gaat gewoon hoger liggen. Eurocode zegt dat die twee keer zo hoog zal liggen in functie van de normale inbrandsnelheid. En dat zie je daar, deeltje 2a in die grafiek, is een steile curve, tot wanneer dat je 25 mm carbonisatielaag hebt bereikt, en dan ga je terug naar de normale inbrandsnelheid. Dat is dat knikpunt waarbij je dan naar curve 2b gaat. Wanneer je nu een beschermend materiaal hebt waarbij dat het tijdstip van carboniseren en het tijdstip van falen niet aan elkaar gelijk hebt, dan heb je eigenlijk tussen die twee tijdstippen een fase waarin dat je inbrandsnelheid wordt afgezwakt. Dus je ziet daar die 2a, die is minder steil, dus het hout gaat trager gaan inbranden. Op een gegeven moment bezwijkt de bekleding, ga je weer een versnelling krijgen, ja, omdat je die 25 mm isolatielaag niet hebt. En dan ga je uiteindelijk terug in zone 2C naar de normale inbrandsnelheid. Dus je ziet in die twee grafieken heel duidelijk wat het gedrag is op uw inbranding ten gevolge van een beschermend materiaal. Volgende slide, alstublieft. Laat ons eens even een voorbeeldje nemen. Hè. Een voorbeeldje van een gelijmd gelameleerde houten kolom. Voor gelijmd gelameleerd hout heb je een inbrandsnelheid 0,7. Tom sprak daarnet over 0,65. Het verschil daartussen is, dit is een inbrandsnelheid die rekening houdt met afrondingen in de hoeken bij kolommen. De 0,65 is een eendimensionale waarde. Laat ons even een gipskarton, een gewone standaardplaat nemen, type A. Dan zegt de eurocode dat je daar een TCH kan berekenen van 21 minuten. Wel goed nakijken welke plaatsingsvoorwaarden die eurocode opgeeft. Er zijn een aantal voorwaarden op de plaatsing van die gipskartonplaat opgelegd om aan die 21 minuten te komen. Nu, in alle eerlijkheid, die 21 minuten, dat is vrij hoog. Hè? Dat is redelijk gunstig gerekend. Maar goed, het staat in de eurocode, we kunnen het gebruiken. De eurocode zegt ook voor een standaard gipsplaat moet je veronderstellen dat de TCH gelijk is aan de TF. Dus van het moment dat je 300 graden haalt op je hout, faalt ook de bekleding. Dat wil zeggen, op dat moment dat de inbrandsnelheid gaat verdubbelen en dat we om 25 mm carbonisatielaag te bekomen 17,8 minuten gaan nodig hebben. Eens dat we die 25 mm hebben bereikt, dan gaat het hout terug inbranden aan zijn normale snelheid, dus de 0,7 mm. Dus dat wil zeggen dat je dan de volledige inbranding kan gaan berekenen en dan kom je op die 25, hè, dat is dan die eerste laag, plus die 14,8. Is ongeveer 40 mm, dus ongeveer 4 centimeter inbranding. Wanneer je het zonder bescherming zou doen, dan zie je dat je daar 42 mm zou hebben. Dus je maakt daar niet heel veel winst op basis van een berekening. Dus dat om op een idee te geven van grote orde, dit kan je volledig doen op basis van de eurocode. Volgende slide, alstublieft. Een tweede methode is dat je gaat eurocode gaan combineren met een testnorm. Want in de eurocode 5 zijn een aantal materialen opgenomen. De welke zijn dat? Dat zijn houtachtige plaatmaterialen. Dat zijn gipskartonplaten van het type A en gipskartonplaten van het type F. Andere plaatmaterialen zijn niet opgenomen in de eurocode. Maar je kan wel gaan testen uitvoeren. En een testnorm daarvoor is 13.381 deel 7. Het is een testnorm die u eigenlijk gaat de bijdrage laten bepalen van een beschermend materiaal aan de brandweerstand van een constructie. Dus heel belangrijk, wanneer je een test doet volgens deze norm, dan krijg je geen klassificatierapport. Je krijgt geen rapport waarin staat R, E, I zoveel minuten of R zoveel minuten. Nee, je krijgt een assessment rapport. En het assessment rapport geeft u de parameters die je nodig hebt om dan te gaan gebruiken in een berekening. En welke parameters zijn dat? Wel heel gemakkelijk. De TCH, de K2 en de TF. Want die drie parameters heb je dan nodig
om een berekening te maken zoals we die daarnet hebben gemaakt, maar dan op basis van gemeten parameters. Laten we ons even naar de volgende slide gaan en daar zien we dan iets meer nog over die testnorm. Hoe zit die in elkaar? Wel, er zijn een aantal proeven die moeten gebeuren op grote schaalelementen. Dus je moet effectief een wand testen, effectief een vloer of een balk testen, om daar de karakteristieken te gaan vastleggen op grote schaal. Die zijn ook belast, dus dat je ook een belaste test gaat uitvoeren. Je gaat ook een aantal, wat men charring specimens noemt, dat zijn eigenlijk massieve houten blokken die men gaat inbouwen, om dan daar de voortgang van het carbonisatiefront te gaan opmeten, inbouwen. En op basis van die zaken ga je dus die TCH, de beta 2 is de snelheid, en de TF gaan bepalen. Wat wil dat nu concreet zeggen? Dat zien we in een voorbeeld in de volgende slide. Daar hebben we diezelfde gelijmd gelameleerde houten kolom. We hebben een proefverslag genomen waarin een aantal zaken zijn opgenomen. Dit is een bestaand proefverslag voor een intumiserende verf. Waarbij dat we gemeten hebben dat we een TCH van 17 minuten hebben. Waarbij dat we zien dat de snelheid na het bereiken van die 300 graden isotherm op de interface naar 0,5 mm per minuut mogen rekenen. En we hebben daar gezien dat de failure van die opschuimende verf na de 60 minuten lag. Dus dat wil zeggen, concreet op basis van deze parameters, dat je dus de eerste 17 minuten niks gaat hebben. En dan tussen 17 minuten en 60 minuten mag inbranden aan 0,5 mm per minuut. Dus dat de inbranding na 60 minuten ongeveer 20 mm gaat zijn. Dus grosso modo de helft van de onbeschermde kolom. Wel goed opletten, want dit is getest voor een bepaalde configuratie, voor een bepaalde houtsoort, houtdensiteit en afmeting. Je moet wel rekening houden met die afmetingen. Dus dat wil zeggen dat de voorwaarde dat je deze systematiek mag gebruiken, is dat je breedte en de hoogte van de kolom tenminste 20 centimeter is en dat de kolom gemaakt is uit GL24H of beter. Dat zijn de spelregels waar je moet aan houden. Dus dit was een tweede voorbeeld waarbij je een test gaat combineren met met de eurocode. Wanneer we naar de volgende slide gaan, dan zien we eigenlijk dat we op basis van deze methodieken de brandweerstand steeds gaan berekenen. En eigenlijk, wat geeft eurocode u? Eurocode geeft u tools om de inbranddiepte te gaan bepalen. En dan ga je op basis van de methode van de gereduceerde doorsnede iets kunnen zeggen over de stabiliteit. Maar al heel belangrijk, de stabiliteitstoets die blijft steeds noodzakelijk. Je gaat steeds een berekening moeten uitvoeren op basis van de sectie die overblijft, is deze sterk genoeg voor de belastingen die we in het geval van brand moeten kunnen opnemen. Op dit moment, ik zeg op dit moment bestaat er nog geen vereenvoudigde tabelle waarbij je zegt van kijk, die afmetingen van element onderworpen aan die brand gaat u R60 of R120 geven. Dat is bij beton bestaan die vereenvoudigde tabellen wel. Bij staal heb je een waarde van bij ontstentenis van een kritieke temperatuur. Voor hout is het op dit moment zo dat die stabiliteitstoets nog steeds nodig blijkt. Volgende slide, alsjeblieft. Nog belangrijk, en daar werd er net door de heer De Sadeleer al even over gesproken, over dat ministerieel besluit, dat eigenlijk kan aangewend worden om op basis van een berekening iets te zeggen over een brandweerstand. En daar wordt eigenlijk enkel verwezen naar het deel 4.2.2, en dat is de methode van de gereduceerde doorsnede. Dus je kan eigenlijk, zoals ik zei, de R-waarde van klassieke elementen, balken en kolommen gaan berekenen op basis van de eurocode 5. En die worden dan hier aanvaard door middel van dit ministerieel besluit. Nu, in de volgende slide gaan we zien dat je ook heel dit systeem kan gaan omzeilen. En dat is door een test uit te voeren volgens de 1364 of de 1365 reeks. 1364 voor niet-dragende elementen, dragende elementen met 1365. Nu, er zijn verschillende onderdelen in die normreeks, afhankelijk van het elementtype dat je gaat bekijken, wanden, vloeren, plafonds, balken, kolommen. Maar telkens heel belangrijk voor de beide testreeksen is dat je een test gaat uitvoeren van een volledige opbouw. Dus je gaat bijvoorbeeld een wand samenstellen en je gaat die wand in zijn volledigheid gaan testen. Volgende slide, alstublieft.
Dan zien we dat je die test hebt uitgevoerd. Je gaat tijdens die test een aantal metingen uitvoeren die beschreven staan in de testnormen. En uiteindelijk op basis van die metingen krijg je een klassificatie. Een klassificatie die je eigenlijk zegt of dat je systeem dat je getest hebt R heeft, REI heeft, EI heeft en een bepaalde klassificatietijd dat daaraan verbonden is. Dus met andere woorden, je krijgt hier als eindproduct eigenlijk direct de R of de REI of de EI-klassificatie die je zoekt. Je hoeft die stabiliteitstoets niet meer uit te voeren. Dus je krijgt de klassificatie ook op basis van het geheel. Elke component dat daarin zit, gaat een bepaald gedrag vertonen, maar eigenlijk is dat niet belangrijk welk gedrag dat vertoont. Het is het eind verdikt over de complete klassificatie of het complete systeem dat belangrijk is. Dus als je een houten stijl hier in een wand hebt, die gaat inbranden, maar eigenlijk interesseert het u op dit moment niet hoeveel dat die inbrandt. Zolang dat op het einde van de rit het systeem zijn klassificatie haalt, is dat voldoende. De prijs dat je daarvoor natuurlijk betaalt, is dat die klassificatie enkel geldig is voor de geteste configuratie, plus eventueel een direct toepassingsgebied. Dus dat wil zeggen dat je je ook moet houden aan de manier waarop dat die constructie is opgebouwd geweest. De volgende slide, alstublieft. Dit zijn bijvoorbeeld een aantal voorbeelden van configuraties die je zou kunnen gaan testen volgens 1364 of 1365. Wanden, vloeren, aparte stabiliteitselementen, kolommen en balken. Laten we dan even kijken naar een voorbeeldje. Diezelfde houten kolom die we nu getest hebben volgens 1365 deel 4 is getest geweest met een bepaald beschermingsmateriaal rond en daar hebben we uiteindelijk de klassificering R60 gekregen. Dus hier zie je heel duidelijk, los van de inbranding dat is vastgesteld geweest, heeft deze kolom een R60 klassificatie. De spelregels die je hier wel mee in rekening moet nemen is 1. Dat de afmetingen tenminste zijn die van de geteste afmetingen, dus 12 centimeter breedte en hoogte in dit geval, en dat het hout C24 of beter moet zijn. Ook nog belangrijk natuurlijk is dat die R, die staat natuurlijk voor een bepaalde belasting in geval van brand, die is ook opgegeven in het klassificatierapport. Die dient natuurlijk ook gerespecteerd te worden. In dit geval is dat die 34,78 kilonewton. Dat is heel belangrijk dat je die natuurlijk meeneemt, want die is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met je R-criterium. Dat is misschien niet altijd heel duidelijk, niet altijd heel veel aandacht, maar dat is wel belangrijk. Dus dit geeft je eigenlijk naar R toe, naar klassificatie toe, een kant-en-klaar systeem. Dan wil ik eindigen in de volgende slide. Daar is die is eraf gevallen. Maar goed, dat was eigenlijk een slide die voornamelijk een samenvatting gaf van wat ik verteld heb. Enerzijds heb je dus de berekeningen volgens Eurocode 5, die voornamelijk op het R-criterium gebaseerd zijn. Ofwel neem je zaken die in de Eurocode staan, ofwel vul je aan met een test volgens de 1383 deel 7. Maar je gaat telkens een evaluatie van de inbranding krijgen, dus je gaat altijd een stabiliteitscontrole moeten doen. Ofwel test je volgens de 1364 of 1365 reeks, ga je eigenlijk een resultaat krijgen, een klassificatie krijgen, ga je een resultaat krijgen op het systeem, dus op alle componenten samen. En is het natuurlijk enkel geldig voor het geteste systeem, mits enkele uitbreidingen in het directe toepassingsgebied. Voilà. Dat was mijn bijdrage tot deze voormiddag. Als er vragen zijn, hoor ik die heel graag en zal ik die trachten te beantwoorden. Bedankt. Oké, dankjewel, Kurt.